ben Boris Boom. Ik ben de voorzitter en de trompetist bij Blaaskapel Oud Blast in Vlijmen. En ja, we zijn denk ik nu 7 jaar geleden zijn we begonnen met een paar vrienden om muziek te maken. En we zijn uitgegroeid tot een best wel grote club met een beetje gekke, energieke mensen die samen leuk vinden muziek te maken. Ik haal daar elke zondagavond mijn voldoening wel uit, ja. En ik hoorde net, er waren ook heel veel trompetten, hebben jullie? 7 stuks. We hebben er uit Dordrecht heen. Er komt er een die woont in Hoofddorp. Die komt oorspronkelijk uit Katwijk, dus die komt altijd ver ook op en neer om te repeteren. Mensen vinden het leuk genoeg om ervoor te rijden. Ik vind het ook heel leuk, jullie zijn ook een hele spontane groep. Heel spontaan is het misschien niet meer, maar... Ja, het komt in ieder geval spontaner over, ja, hè? Want ja. Vaak staan van die groepen, die staan heel stil, zeg maar. En dat is dan een beetje stijf, nee, om ze op moeten letten van hoe ze moeten zingen of iets moeten doen. Hè? Nee, dat klopt. Dus dat vond ik heel leuk. Ik vind het ook heel leuk, er zijn ook mannen en vrouwen. Ja. Hè? Dat is onze maatschappij. En daar bestaan jullie eigenlijk ook uit, hè? Dus dat is ook wel heel goed. Ja, we hebben wel vrij veel jeugd, maar het varieert denk ik van een jaar of 20 tot 55. Dus er zit een best wel een grote spreiding wel in. Ja, nou heel leuk. Hey, dankjewel.
Oblast weer aan het verschijnen is. Zij zijn terug voor hun tweede optreden. En zoals we net al hebben kunnen zien, is Blaaskapel Oblast niet zomaar een muziekgroep. Ze zijn dan ook Nederlands kampioen geworden dit jaar. Ook hebben ze al de publieksprijs gewonnen bij het Jeroen Bos Dwel Festival in Den Bosch. En ze hebben een live optreden gegeven op Slam FM. Dus volgende week staan ze op de Zwarte Cross, maar nu zijn ze hier bij ons. Zijn jullie er klaar voor? Blaaskapel Oblast!